Ik ben Hanneke Vos. Ik werk als radiotherapeut-oncoloog in Isela. Ik werk hier sinds 7 jaar. Ik ben getrouwd en ik heb 3 prachtige kinderen. De reden dat ik dit vak ben gaan doen zijn de patiënten zelf. Ik had in mijn studie geneeskunde geen opleider of professor die heel enthousiast vertelde over oncologie of radiotherapie. Maar het waren de patiënten zelf die mij raakten. Patiënten die kanker hebben zijn tegelijk heel kwetsbaar, maar ook heel sterk. En dat trok mij enorm aan. Ik vind een persoonlijke benadering de basis voor een goede arts-patiëntrelatie. Daarbij wil ik niet alleen aandacht hebben voor de patiënt, maar ook om voor zijn familie en het gezin om de patiënt heen. Ik vind het heel belangrijk dat de patiënt zich gehoord voelt, dat hij ook zijn verhaal echt kan vertellen. En dat we in gezamenlijk overleg ook komen tot een behandelplan.